Hier in Mechelen ondersteunt Tattoo Shop Rebels and Rustlers de warmste week met een Betaal Wat Je Wil actie. Mensen kunnen voor een vrije bijdrage tattoos laten zetten. De actie heet Tattoos for Charity. Uitbaters Jenny Veermans en Seth de Witte zijn apprentices. Ze hebben de steel nog niet volledig onder de knie en zien de actie als een kans om te oefenen en om het goede doel te steunen. Ik denk dat de actie veel eigenlijk op het moment dat we zelf graag iets zouden organiseren. En vandaar dat we eigenlijk een beetje op dit idee zijn gekomen voor iets terug te geven aan de maatschappij. En hebben jullie al veel antwoord gehad, veel mensen die door de actie worden aangetrokken? Ja, absoluut wel. Daarmee is het leuk voor toch te zien dat, dat er veel mensen interesse hebben en zo. Want het moet ook eerlijk zijn, we zijn tenslotte nog maar apprentice, dus de tattoos zijn wel goed. Maar ik kan uiteraard, er is nog ruimte voor verbetering. Maar in dat opzicht is het wel leuk dat er zoveel vraag naar is. Ik had gehoord via Jenny dat ze gingen meedoen aan de warmste week. En ik vind dat sowieso een top initiatief. Dus voor mij was dat maar een kleine moeite om mijn steentje bij te dragen. Voor de mensen die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij. Dus ik geef daar een kleine bijdrage voor en ik krijg een leuke tattoo in de plaats. Dus ik vind het helemaal top. Tom is niet de enige die zijn steentje wil bijdragen. Volgens de uitbaters wordt de actie warm onthaald en ook de Mechelaars zijn enthousiast. Ik vind het heel mooi, maar ik mag het zelf niet aandoen van mijn geloof, maar als het zou mogen, had ik het zelf wel gedaan. Ja, dat is een prachtig initiatief. Het zijn twee zaken tegelijkertijd. Als je graag een mooie tatoeage, een mooi beeld op je arm of waar dan ook hebt, en je kunt tegelijkertijd bijdragen om het goede doel, fantastisch zou ik zeggen. Absoluut.